Nepal is getroffen door een zware aardbeving. Duizenden mensen hebben dierbaren verloren, zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal en geef op Giro 555. De klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal voor netwerken, cloud, VoIP en observatie. Goedenavond en welkom bij Hoi Centraal. Vanavond hebben we voor u de volgende onderwerpen. Een korte terugblik voor Koningsdag, Open Dag Medisch Centrum, Buurtschappen in Oorlogstijd, 3FM als weddingplanner en verder Hoi Sport met een reportage van de Erik Brama Foundation, de bekende eredivisie scheidsrechter uit Enter. Hij heeft een stichting in het leven geroepen voor mensen met een verstandelijke beperking om te laten sporten tijdens speciale sportdagen. Verder hebben we politiek nieuws met Jaap Kalkoven en Dennis Opdendries. En een kleine greep uit de culturele agenda. En bij mij aan tafel is natuurlijk weer aangeschoven onze eigen Hans Dijsselaf. Hans, welkom. Dunette, wie heb jij meegenomen? Ja, sinds jaren en dag, sinds mensenheugen, is zelf de scouting betrokken bij 4 en 5 mei. En ik heb hier Arjan Aal en Xavier Gugelaar bij mij aan tafel. Dus en daar gaan we straks alles gaan we straks over horen, alles over allemaal, horen. Hoe het gaat met de scouting. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de tweede Koningsdag in de gemeente Hellendoorn werd gevierd met een groot aantal activiteiten. Daarom was het afgelopen maandag ook voor de hele gemeente oranje boven. De stichting Evenementen Nijverdal begon de dag met een traditionele oubade. En de collega's van de radio Hoi FM hadden een live uitzending op het Marktplein, waar ook Arvendo haar Koningsmarkt hield. Oeh! Ah yeah. Hoe. Sexy als ik dans. Bevalt hij het een beetje met publiek? Ja, volgens mij is het hartstikke leuk publiek. We gaan kijken of ze zometeen nog een klein beetje losser komen. Ik zie Jaap al schudden, het gaat helemaal goed komen. En dat gaan we meemaken. Het is altijd afwachten. Ja, we gaan lekker muziek maken. We hebben live optredens hier, dus tot 6 uur zijn we gezellig bezig met elkaar. Dus iedereen moet kijken en luisteren naar Hoi. Zeker weten, want jij maakt nu een impressie. Die is vrijdag denk ik te zien. Nu dus, begrijp ik. En ja, we zijn tot 6 uur in de ether vandaag. Live. Stars walk past the trees, they're moving around you. Gaze at the field, taste how it feels, they're moving around you. All that I want, all that I want, it's coming closer. And all that you know, is I'm coming closer. Take your time and let it go. Wat is je functie hier vandaag bij de Hoi Radio? Hetzelfde wat iedereen hier doet, proberen een leuk programma te maken de komende uren. Oké. Okay. Met heel veel mensen. Ja, wat wil je nog tegen de kijker en de luisteraar zeggen? Blijf kijken, word vriend van Hoi. We hebben formulieren bij ons, maar goed, dat zullen we straks op de radio even zeggen. Mensen kunnen voor 15 euro per jaar, belasting aftrekbaar, vrienden worden van Hoi, die zijn we echt nodig. Fijn dat u er allemaal bent en wat prachtig versierd hier door de bewoners van het Dunaanplein. Geweldig, wat een sfeer. Na de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 vieren we Koningsdag.
En afgelopen vrijdag werden voor de derde keer de Koningsspelen georganiseerd. Ook in onze gemeente deden de basisscholen mee. En het mooie is dat de middelbare school Reggestein de organisatie verzorgt voor de basisscholen. Petje af, wat mij betreft. Dames en heren, wij mogen blij zijn met dit koningspaar. Door de historie en de traditie, maar ook door de persoonlijkheden die onze koning en onze koningin zijn. De Oranjes zijn een verbindende factor in onze samenleving. De oprechte belangstelling en betrokkenheid voor al die vrijwilligers is belangrijk. En gelukkig zijn er ook veel in onze gemeente. Kijkt u naar de gedecoreerden van dit jaar. Zij kregen een koninklijke onderscheiding namens de koning, juist vanwege hun vrijwillige inzet en betrokkenheid voor de samenleving. Dames en heren, ik wens u een geweldig fijne, gezellige Koningsdag. Leve de koning. Hoera, hoera, hoera. Drie, twee, één. Op de koning. We zitten volop in de feeststemming, maar we zullen ook niet vergeten om de gevallenen en de slachtoffers te herdenken op 4 mei. En op 5 mei gaan we dan weer uitbundig feest vieren. Een groep die daar altijd al bij betrokken is, ik zou niet weten hoe lang al, maar dat kunnen we vragen natuurlijk aan onze gasten, is de scoutinggroep De Reggegroep. Scouting De Reggegroep, want zo zeg ik het volgens mij goed, hè? Ja. Xavier de Gugelaar, ja. En Arjan Aal, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. 4 mei, laat ik even met jou beginnen, want jij bent de oudste van de twee, schat ik. Dankjewel. Arjan, hoe lang is het al op 4 mei dat de scouting daarbij betrokken is? Ja, ik weet al niet anders. Dus, hoe lang ben je vanaf, daar al bij? Vanaf mijn 7e bij de scouting. Dus ik ben nu 51, dus meer dan 40 jaar dat in ieder geval bij de 4 mei betrokken zijn. Ja, mooi. En hoe lang heb jij daar al aan meegewerkt? Heb je al eens meegewerkt bij 4 mei viering? Jawel. Ja? Ik zit nu ongeveer 11 jaar bij scouting. En ik kan me eigenlijk geen één keer herinneren dat ik er niet ben geweest. Oké, okay, wat is dan je taak? Of heb je dan geen taak, alleen het aanwezig zijn? Ja, vanaf de... je begint met de bevers en de welpen. Nou, dan loop je eigenlijk met z'n allen, of eigenlijk loop je met de hele groep, vanaf de parkeerplaats bij de evenementenweide in Nijverdal, loop je naar het monument. Met een stille tocht. Ja. Waar de 4 omvloerse trommen vooraf gaan, of 5, ja. Dat verschilt natuurlijk. Mm-hmm. Vanuit Hellendoorn en vanuit Nijverdal komen die bij elkaar bij het monument. En er zijn ook mensen, scouts, die dus de kransen dragen die later worden gelegd. Ja, ja, die dragen de kransen ook van beide kanten. En die worden dan ook, zeg maar, aangegeven. Dus, en de vlag wordt gehezen door jullie. Dus een verantwoordelijke taak. En volgens mij is er ook kans voor jullie allemaal om de bloemen te leggen. Net zoals voor de inwoners van Hellendoorn en Nijverdal. Ja, we nemen bloemen mee en dan krijgt elk lid een bloem en die legt hem ook bij het monument. Een mooie ceremoniële taak. En die gaat eigenlijk van 4 op 5 mei gaat die veranderen naar een sportieve taak. Arjan, als ik jou daar ook eerst over mag vragen. Wat is er ook alweer precies? Want volgens mij gaat dit jaar al voor de 31ste keer gebeuren. 31ste jaar vanuit Wageningen. Vanuit Wageningen halen we het bevrijdingsvuur op naar de gemeente. Ja. En er wordt om 12 uur ontstoken. Vanuit heel Nederland komen dan mensen bij elkaar groepen. Ja, dat is 85. 12 uur middernacht, ja. Dat we niet... Vorig jaar 30 jaar, toen was de burgemeester er ook bij, die daar nog gesproken heeft volgens mij, naast de burgemeester van Wageningen. Maar het is 85 of 90 kilometer, dat hou je toch nooit vol, Xavier? Nee, eentje. Ja, het kan natuurlijk wel. Maar we lopen in estafette. Ah. We gaan met 2 busjes, ongeveer 18 man, lopen we vanuit Wageningen om de beurt en eigenlijk weer terug. Iedere keer 3 personen of 4 of zo? Eén iemand loopt en één iemand fietst.
Okay, dus als begeleiding fiets ik al mee. En hoeveel kilometer komt er dan op neer dat je zelf dan een bijdrage moet leveren? Nou, gemiddeld 5. Aan de een loopt wat iets meer en de ander loopt iets minder. Maar gemiddeld mag je op 5 tot 10 kilometer rekenen. Ja. Ja. Maar je loopt hem alleen, dus begrijp ik me dat vier. Je loopt hem niet gewoon met z'n tweeën even gezellig. Het is inderdaad echt gewoon heel serieus, gewoon met de fakkel en dan helemaal alleen een stukje. Ja, je hebt nog altijd de fietser. Oké. Okay. Maar ja, in principe, je loopt alleen. Ja. Ja. Rolschaatsen verboden. Ja. Ja, er zijn ook groepen die het met skiers doen. Ja, vorig jaar waren het erop bij. Ik wil zeggen, iedereen is natuurlijk daar inventief in. Ja. Dan komen jullie terug in onze gemeente en dan... Wil je toch nog even hebben dat we ook jullie bij de begraafplaats ook even stil houden? Ja, wat gebeurt daar precies? In Loenen. In Loenen? Van begin af aan maken we tussen Wageningen en de gemeente Hellendoorn een stop bij Loenen. Daar is een grote begraafplaats. Daar wordt een gedicht voorgedragen. Er wordt ook een kaarsje ontstoken. Er wordt bij de poort gelegd. En dan is er ook even een moment van stilte. Okay. Dus echt even aandacht. Dat is altijd een indrukwekkend moment midden in de nacht. Maar meestal zijn we daar volgens mij rond een uur of maar waarom speciaal Loenen misschien voor de kijkers die niet helemaal precies weten Loenen wat er in Loenen is? Loenen ligt precies op de route, zeg maar, voor de lopers. Ja. Dat is wel makkelijk, daar heb je geen 80 kilometer om te lopen. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En het is een hele grote begraafplaats, dus ook dat is de reden dat, dat we daar stoppen. Oké. Okay. Ja. En als jullie terugkomen in de gemeente Hellendoorn, wat gebeurt er dan? Ik zag hier, jullie worden onthaald, ook met muziek volgens mij. Ja, in eerste instantie... komen we aan bij de Paaspoort. Ja. Daar kunnen we even ontbijten. Bijkomen. Ja, even bijkomen inderdaad. Dat is familie misschien wel? Ja. Of is daar jullie familie dan niet? Als ze willen komen, mogen ze er zijn. Ja, met ontbijt is met de gemeente en met verschillende mensen van de evenementen. Okay. En ja, dat wil ik altijd even gezellig samen zijn. Ja. Want, en ik heb begrepen dat dit jaar iets anders is dan andere jaren. Misschien in verband met het 70-jarige... herdenking nu, dat het vuur niet alleen daar wordt aangestoken en in Nijverdal, maar ook elders op andere plaatsen. Precies. We beginnen bij de Paarse Poort. Daar wordt het om 10 uur ontstoken. En van daaruit gaat het vuur naar Nijverdal, naar Hellendoorn en naar Haarlem. Okay. Dus er zijn 3 kernen waar ook het vuur ontstoken wordt. We hopen op droog weer, dan blijft die branden. Absoluut, ja. Ja, bedankt voor jullie komst, Xavier en Arjan. En veel succes met jullie goede werk. Okay, ja, dankjewel. Ja, en vorige week zaterdag was een open dag in het Medisch Centrum Nijverdal. De verschillende bedrijven die in het Medisch Centrum gevestigd zijn, gaven aan iedereen uitleg hoe je nou het gezondst kan leven. Of wat je moet doen als het misschien wel helemaal misgaat. Kinderen konden die dag stempels verzamelen, waarna ze als beloning een ijsje kregen. Wat je te doen is met name een gipskamer waar je arm kan laten gipsen. Dat vinden kinderen allemaal super stoer. Dus er is erg veel animo voor gekomen. Ook was er een drukte van belang bij de thuiszorg. Want bij de thuiszorg was er een grabbeljurk en kon je kijken hoeveel spekjes er in een pot zitten. En dan kun je een leuk prijsje mee winnen. Verder was er ook nog een leuke afdeling waar de tandarts zat. En de tandarts die vertelde uit wat allemaal goed aan de kinderen. Wat er goed was voor de tanden en wat er niet goed was voor de tanden. Zo waren er een heleboel andere activiteiten te doen vandaag. De reden dat het is georganiseerd is omdat het gebouw nu 15 jaar bestaat. Er zijn ondertussen heel veel verschillende disciplines die hierbij aangesloten. Die er een leuk plekje hebben gekregen. En het is natuurlijk leuk om nou eens eventjes te laten zien wat hier allemaal te doen is. En wat je hier allemaal kan doen, laat ik maar zeggen. Kan je fysiotherapie, logopedie en zo zijn er een heleboel dingen waar mensen niet eens van weten dat het bestaat. Het was hier super gezellig. Mensen waren goed in een goede stemming, laat ik maar zeggen. Kinderen vonden het ook allemaal heel erg leuk en iedereen kreeg een leuk bloemetje mee. Op de kleine expositie Buurtschappen in oorlogstijd in de Zinninbibliotheek te Darelen wordt een beeld geschetst van het verloop van de oorlog in de buurtschappen. Egede, de Krummers, Hankaten, Meer en Darelen. De tentoonstelling sluit mooi aan op het boek Buurtschappen in oorlogstijd dat op 10 april 2015 is verschenen. Meneer Samson, medeschrijver aan het boek De Oorlog in de Buurtschappen. Welke buurtschappen? De buurtschappen Egede, Hankaten, Kruimers en het Meer bij Den Ham. Dit boek is gemaakt naar aanleiding van een dagboek dat Hermanna Overweg ons overhandelde. Hermanna Overweg was een
huishoudelijke hulp, inwonende huishoudelijke hulp bij de familie Reinders, bij de sluis in Eerde. En beschrijft het boek de hele oorlog of alleen de bevrijding? Ze beschrijft de hele oorlog plus de bevrijding ook. En daar is het een en ander aan toegevoegd. We zijn op zoek gegaan naar andere mensen die ook mee wilden doen in het boek. En die hebben we gevonden. Wat heeft Gert-Jan Tichelhoff voor jullie betekend? Gert-Jan Tichelhoff heeft voor ons heel veel betekend. Hij wist heel veel van de oorlog en hij heeft ons steeds weer op een nieuw spoor gezet. Zodat we het juiste verhaal te pakken kregen. Hij heeft ons onder andere op een spoor gezet van een soldaat die voor de oorlog bij de brug moest bewaken bij Ankara. En diezelfde soldaat die keerde later terug als onderduiker in Eerde. En wanneer is dit boek uitgekomen? Dit boek is 10 april dit jaar uitgekomen. Dat was de bevrijdingsdatum van Ankara. Kunt u kort vertellen van bijvoorbeeld een van de voorvallen die in het boek beschreven staan? Het bombardement op Ankara, waar 5 mensen bij omkwamen. 3 mensen uit een schippersfamilie en 2 bewoners van Ankara, waarvan 1 vrouw waarschijnlijk een NSB'er was. Die het huis van Kappers bij Ankara, het café Ankara, bezetten. En hoe loopt nu deze tentoonstelling? We hebben naar aanleiding van dit boek deze tentoonstelling hier ook georganiseerd. Om bekendheid aan het boek te geven en eventueel ook voor de 70 jaar bevrijding nu. Wie zijn de medeschrijvers trouwens? Dat is Wim Grotenhuis en Johan Alfrink. En die hebben de oorlog meegemaakt of ook verhalen gehoord? Wim Grotenhuis die heeft als kleine jongen de oorlog meegemaakt. En die heeft ook een eigen verhaal in het boek staan over het meer, wat daar gebeurd is. En Johan Alfrink? Johan Alfrink, dat is schrijver, verzamelaar, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En tot hoe lang is deze expositie hier nog? Deze expositie hier nog tot 15 mei, tot en met 15 mei. Toen de Nijverdalse Cindy Westendorp op 22 augustus via Radio 3FM haar vriend Dirk-Jan van Schoten ten huwelijk vroeg, boren Rob Stenders en zijn sidekick Jelmer spontaan aan weddingplanners te worden. Vandaag, vrijdag 1 mei 2015, was dan ook de grote dag. En Radio 3FM zendde speciaal voor deze dag uit op locatie. En wij waren er natuurlijk ook gewoon even bij. We zijn hier bij de Uitkijk, een trouwlocatie van de gemeente Hellendoorn. Maar vandaag een hele bijzondere trouwerij. Ja, dat kun je wel zeggen, want vandaag is het dé bruiloft van Cindy en Dirk-Jan, die gewoon door 3FM is georganiseerd. Rob Stenders en Jelmer die zijn ceremoniemeesters op deze dag. En die hebben bedacht dat er dat zij ceremoniemeesters wilden zijn voor een bruidspaar. En dat hebben Cindy en Dirk-Jan gewonnen. En wij zijn dé trouwlocatie. En mochten dat hier houden, dat grote festijn. Second hand to New Year's resolution. And there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost. Take what I took and give it back to you. Huwelijksplanner, weddingplanner. Ja. Voor Cindy en Dirk-Jan, hoe komt dat nou zo? Jelmer en ik vonden het eigenlijk wel een goed idee om een keer eens te kijken of wij naast radio maken ook nog iets anders zouden kunnen. De kans was klein. En toen besloten wij eens dat wij wedding planner wilden zijn. Nou ja, dus we hebben aan mensen gevraagd, als je binnenkort wilt trouwen, de voorwaarde is, eerst moet je natuurlijk via de radio vragen of ze of hij wil. En twee, dan gaan we je wedding planner zijn en dan ben je ook helemaal afhankelijk van wat wij allemaal gaan regelen. Zo is het gelopen. Cindy en Dirk-Jan gaven zich op als vrijwilligers. Ik snap het nog niet. Nee, nou ja, goed. Ja, maar ze hebben het gedaan. En nou ja, dit is tot nu toe het resultaat. Nou, overweldigend. Echt, er komt zoveel dingen op je af. Ik vind het echt zo donders gaaf. Ja? Echt super. Al die mensen ook. En ja, wat er allemaal mee bezig is, al die mensen. Ik vind het echt donders gaaf. Ja. Ja, hoe is jouw dag van vandaag? Ja, ik vind het helemaal super. Het is net wat Dirk-Jan zegt. Het is gewoon heel overweldigend. En het is gewoon mooi dat wij sommige dingen wel weten en sommige dingen weten we niet. En, ja. Vind je het niet spannend dat er nog dingen gaan gebeuren die jullie misschien helemaal niet weten? Nee. Ik heb zoiets, we hebben daarvoor gekozen en we wisten het van tevoren en ja, we zien het. Oh.
Jij gaat een heel bijzonder huwelijk voltrekken hier vanmiddag. Ik ga zeker een heel bijzonder huwelijk voltrekken. En dat niet alleen voor onze gemeente, is dit fantastisch, Jaap. Nou, niet alleen voor de gemeente, ik denk voor de hele omgeving zelfs. En hier, deze prachtige locatie. Weet jij veel wat er gebeurd is met alles wat om 3FM draait? Of? Wel een klein beetje, maar ik mag natuurlijk niet vooruitlopen op de zaken. Dat laten we heel graag aan 3FM open over. Maar één ding is wel waar, het stel wordt gigantisch verrast. Ja, we hebben ze net al even op de camera gehad. De bruidegom is volgens mij een stuk zenuwachtiger dan de bruid. En misschien is het straks wel andersom, maar we weten het niet. Ik help ze er doorheen, dat ze een goed gevoel eraan overhouden en zometeen even relaxen. Althans, laten we het hopen, want er is natuurlijk veel te doen nu, hè? Jawel, maar ik heb nu het idee dat ze enorm genieten. En ja, met jou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar doe toch, kan het eigenlijk niet kapot. Dat gaat helemaal goed komen. Nou, dat hoop ik. Ik doe heel erg mijn best en ik ga er zelf ook heel erg van genieten. Maar het bruidspaar staat voorop. Vanavond in Hoijsport een reportage uit Rijssen van de Erik Brama Foundation, waar we een opname hebben gemaakt van Rian Eertink. Hij is ambassadeur voor deze foundation en hij gaat ons het een en ander vertellen over het toernooi van 8 mei... wat op het sportpark Gaalgeman bij de Zweef wordt gehouden. Erik Brama wil graag dat het toernooi met gehandicapten door kan gaan. En het was een beetje in het slop geraakt, maar door zijn inzet komt het nu weer helemaal goed. Rian, dit is jouw mooie werkplek hier in de stadsboerderij. Wat doe jij hier voor werk zoal? Elke morgens beginnen we met koffie drinken. Dan worden de taken verdeeld wie in de afwas gaat, wie in de bediening gaat. En diegene die dan in de bediening gaat, daar ben ik sowieso het zelf. Maar ik mag ook wel wat iets anders doen. Ik ben hier van de stadsboerderij de onderdirecteur. Daarnaast doe jij ook wat voor de Erik Brama Foundation. Wat doe jij daarvoor? Dat is puur Erik Brama heeft mij verteld dat hij mensen wil gaan hebben om te gaan sporten. Want Erik die herkent mij, want doordat ik ook nog de vaste assistent te trainen ben met het eerste elftalselectie van Excelsior 31. Daarom mag ik, zoals we tegen de zaterdag en middag aan de speech een brief gaan verrichten bij de selectie elftal. En dan door die speech dan mag ik de jongens de waarheid gaan vertellen van wie of wie en de vrije het trap gaan nemen en de cornerballen. En dan kom ik met de jongens op het hoofdveld. En de jongens die werken met de bal het spel af. En Excelsior, die willen nog wel altijd achter elkaar. En we staan nog op de derde plek. Ja. Nou, ik heb nog even een belangrijke laatste vraag. Hè. Het toernooi is wanneer en waar? Dat is op 8 mei. Bij de in Nijverland dan bij de Zweef. En hoe laat beginnen we? Ik denk 's ochtends, want ik denk ook dat Erik Brama kennende nog wel eerst even de lijsten gaan doornemen als iedereen gemeld zijn. En dan beginnen we 's middags met het toernooi. Nog niet 's ochtends? Nee, nog niet, want dan moet ik eerst iedereen gaan de sportkleding aan moeten trekken. En dan gaan we beginnen. Het toernooi begint inderdaad wel 's ochtends. Dat had Rian niet helemaal correct. Om 10 uur komen de kinderen, de mensen met de gehandicapte kinderen, in het toernooi. En zij gaan eerst zich aanmelden. En dan ongeveer 10:30 gaat de wedstrijd beginnen. Het tweede item wat we vanavond hebben is het DES. DES meisjes die zijn kampioen geworden na de heel vele andere clubs die al kampioen geworden zijn. PSV en NEC ook al in de Jupiler League. Daarom, we wilden toch graag één kampioensteam laten zien. Echt een overdosis focus. Rug recht ondanks scoliose.
klokken luiden, maar geen Quasimodo. Geen elftal, hij bouwt zijn carrière solo. Ik denk op het moment dat je dus niet... Om de ballen zoen de aarde rond de zon. Het draaide om die falen en die vallen, dus hij klom naar de top van die berg. Planten die vlak op stond. Dat is de foundation. Planten op de zaadje in de zon. En dat de hele aarde in beweging. Je moet werken als je het wil verdienen. Je ziet een stil als je het zacht en aan de honden vier. Hoppa! Als je aas op zijn plek zul je hem niet verslaan. Graag nummer 1 wilt staan. Welkom bij het stukje politiek wat we gaan doen vanavond. Aangeschoven is Dennis Oplandries, fractievoorzitter van GroenLinks. Fijn dat je gekomen bent. Graag gedaan. Ja, ik wil toch nog even weer hebben. Vorige week hebben we het met mevrouw Ten Haven gehad over de WMO. Nou las ik deze week wat en ik heb gezien dat jullie het ook al geretweet hadden, geloof ik. Over een 90-jarige man die een traplift wilde aanvragen. Maar de gemeente wees het af, want, was een hele simpele reden... Hij had kunnen voorzien dat traplopen steeds moeilijker zou gaan worden. En hij had hier rekening mee moeten houden. Wat vind je van zoiets? Misschien is het eerst even goed om te vermelden dat het niet over de gemeente Hellendoorn gaat. Want de kijkers thuis helemaal in verwarring raken. En ik verwacht ook niet dat dat soort situaties hier gaan voorkomen. En mocht er wel zo zijn, hoor ik het graag. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat niet gebeurt. Okay. Maar wat ik daarvan vind, is dat het vooral wel exemplarisch is voor hoe we op dit moment in Nederland met de zorg omgaan. En dat is... Aan de ene kant zeggen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. En aan de andere kant alles bezuinigen wat daarbij helpt. En dan blijven ze zelfstandig en dan krijg je dit op je brood. Ja, en er zijn natuurlijk een heleboel taken naar de gemeente gegaan. Maar dit lijkt me niet de manier waarop we daarmee om moeten gaan. En wat ook alweer schrijnend is dat de staatssecretaris dan deze week bekend maakte van... Ja, gemeentes, er gaan nog steeds te veel mensen naar een verzorgingstehuis. Dus we gaan bij jullie wat geld weghalen, zodat ik mijn tekorten kan dekken. Ja, daar maak ik me zorgen over. En daar proberen wij ook in Hellendoorn van alles aan te doen. Als GroenLinks en ook samen met andere partijen. Bijvoorbeeld met Burgerbelang vorige week over de huishoudelijke hulp. Maar ja, zo schrijnend als in dit artikel wat je net aanhaalt, heb ik het hier nog niet gezien en hoop ik ook niet te zien. Gelukkig. Ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Gelukkig. Ja. Daar blijven jullie dus energie in steken. Ja. Dus even een leuk bruggetje. Wat een goed bruggetje. Ja, goed hè. Ja. Die verzond ik vanmiddag bij een locatie. Energie. Ja. Jullie komen met een initiatiefvoorstel, maar voor de vakantie las ik. Mm-hmm. En ik las ook, maar goed, dat ga je denk ik zo wel vertellen... wat het energieverbruik is, als je dat gaat vergelijken, het een met het ander. Daar schrok ik echt van. Maar het initiatief, wat gaat dat worden bij jullie? Tenminste, welke kant gaat het uit? Nou, je hebt het over energie. Ik krijg de laatste tijd vaak te horen dat het hartstikke rustig is in de politiek in Hellendoorn. Dus wij dachten, kom, laten we zelf eens wat op de agenda zetten. Heel goed. En in het coalitieakkoord staat een mooie ambitie. Namelijk dat het gemeentelijk energieverbruik in deze periode, dus voor 2018, met 15% omlaag moet. En wij hebben alles er eens nagerekend met onze fractie en alles laten bekijken. En we kwamen tot de conclusie dat als we nu niks gaan doen, dan gaan we dat niet halen. Dus wij zijn aan de slag gegaan met z'n allen en hebben gekeken van oké, hoe kunnen we dat wel doen? Je hebt het over wat zijn dan de grote gemeentelijke energieverbruikers. Ja. Onder andere het zwembad. Ja. Het zwembad verbruikt in zijn eentje, het ravijn hebben we het dan over, meer energie dan alle buitenverlichting in Hellendoorn bij elkaar. Dus daar valt volgens ons nog een heleboel winst te halen. En we zijn afgelopen week ook... met onze fractie en met de wethouder en een stel ambtenaren op werkbezoek geweest in de
krochten van het ravijn, met prachtige apparatuur daar. En we zijn er ook achter gekomen dat daar nog een heleboel winst te halen valt. En inderdaad, we komen voor de zomer met een initiatiefvoorstel waarin duidelijk wordt dat we niet alleen die 15% energievermindering kunnen gaan halen, maar ook nog veel meer. Zonder dat we daar extra voor hoeven te investeren. Want onze gemeente is natuurlijk hartstikke arm. Ja. Dus extra geld om daarin te investeren hebben we niet. Dus we moeten creatief zijn. Dus we zijn druk aan het rekenen over hoe we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen, maar het gaat ons lukken. Hoeveel heeft de coalitie het afgelopen jaar al kunnen besparen? Of moet ze nog beginnen aan die 15%? Nee. Het is niet zo dat er niks gebeurt. Hoor. De wethouder denkt ook keurig met ons mee. Maar wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld het vervangen van buitenverlichting door energiezuinige LED-verlichting en zo. Er zijn er wel wat dingen in gang gezet. Alleen, we halen nog niet de 15%. En wij van GroenLinks vinden die 15% sowieso niet erg ambitieus. Volgens ons kan het nog een stuk meer. En dat gaan we aantonen. Ja. En die 15% is haalbaar, denk je? Nou, die is makkelijk haalbaar. Volgens jullie? En ons college denkt daar ook zo over? Ja, dat denk ik wel. Onze tegenbegroting vorig jaar was ook haalbaar. Was ook dat op de laatste cent doorgerekend. Dus dat zal met dit initiatiefvoorstel niet anders zijn. Hebben jullie nog meer grotere gebouwen onderzocht? Of echt alleen maar even gespecificeerd zwembad bijvoorbeeld gepakt? Ja, het is ook wel schrijnend. Bijvoorbeeld het Huis voor Cultuur en Bestuur. Hartstikke nieuw gebouw. Zijn we hartstikke trots op. Ja. En hebben we wel redenen voor om daar trots op te zijn. Maar dat is dan energielabel C. En dat is voor zo'n duur gebouw, wat ook het visitekaartje is van de gemeente, is dat eigenlijk wel een schande. Ja, want dat zou dan eigenlijk ook nog wel iets... Het zou in ieder geval B moeten zijn, eigenlijk A. Ja, dat vind ik ook. Dat is ook iets om naar te streven met elkaar. Ja, dus we hebben nog genoeg te doen. We zijn een kleine eenmansfractie, maar wij geven de kiezers graag een stem. Wel een actieve fractie, wat ik zo merk. Ja, wij hebben energie genoeg, wij gaan niet precies. Ja. Ik ben wel blij dat ik een beetje weer politiek hoor, want inderdaad, het was wel een beetje rustig op het front natuurlijk, her en der. Het is mooi dat er weer een beetje... Ja, we gaan zelf aan de slag. Nou, kijk. Hartelijk dank voor de komst. En als ik het zo hoor, spreken we elkaar hier nog wel weer aan tafel. Dat denk ik ook. Oké, dank u wel. Graag gedaan. En nu krijgt mij natuurlijk dood de culturele agenda. Ondertussen is namelijk aangeschoven Marianne Poppen. En samen met haar ga ik het programma van 5 mei even met u doornemen. Hallo, goedenavond. Welkom Marianne. Goedenavond. En jij zei het net afgesproken. Van mij wel. Klinkt een beetje, maar anders zijn we allebei zo heel oud. Hoeft niet, hè? Nee, laat dat maar niet gaan doen, hè? 5 mei. Volgens mij staat er heel veel op de agenda. Klopt, inderdaad. Is natuurlijk wel veel aandacht aan geschonken iedere keer. We beginnen om 11 uur bij de Paarse Poort, waar het bevrijdingsvuur naar de verschillende dorpskernen wordt gebracht. Hoef ik verder niet over uit te wijden, want nee, de schouting heb ik juist. Dan komen we aan op het Henri de Namplein in Nijverdal. En daar is dan eigenlijk het start, zeg maar, of de start van de activiteiten in Nijverdal. We hebben in het gemeentehuis, daar staan nog steeds de exposities. En dan gaan we 's middags nog twee keer de film van Jan van Egmond vertonen. Onvergetelijke... Nee, ik zeg het verkeerd. Ja, onvergetelijke herinneringen. Dat is het, ja. En daarnaast hebben we een grote tafel met allerlei hele mooie voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. En bijzondere voorwerpen waar vrijwilligers van het Memory Museum bij staan om daar een en ander over te vertellen. Mochten er nog mensen zijn die zelf een voorwerp in huis hebben waarvan ze eigenlijk niet weten wat het precies is, die kunnen dat ook meenemen. Okay, die kunnen dat daar ook laten zien. Er staan ook mensen dan bij die daar misschien iets over kunnen vertellen. Ja. Op het plein, daar staat de muziektent van de SEN. Daar zijn verschillende optredens de hele middag door. Er zijn wat kinderspelen, moderne kinderspelen. Voor jongeren is er gravity spuiten. Ja. Dat is ook een heel leuk item. Is Bas Evers. Ook een gratis. Ja, gratis zelfs. Ja. Bas Evers is heel druk mee geweest. Heeft hij echt fantastisch gedaan. En dan ga ik eigenlijk eventjes naar het park op Nijverdal. Daar is eigenlijk heel weinig aandacht nog aan geschonken. Daar hebben we de kunstfabriek, die heeft daar de Montmartre. Maar daaromheen zijn we ook, of hebben we ook in het leven geroepen, Nijverdal terug naar toen. En dat is 5 mei 1945. En het is eigenlijk gewoon verbluffend hoeveel individuele figuranten zich daarvoor hebben gemeld. Zijn er inmiddels 65. Nou, dat had niemand kunnen verwachten dat dat in Nijverdal zou gebeuren. Ja. We hebben 4 toneelverenigingen die meedoen, die daar allemaal schetsjes uit gaan beelden. We hebben een toneelvereniging die het achterom
gaat bemannen, laat ik het zo maar zeggen. Dat wordt helemaal omgebouwd naar Café René, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Calavate die zorgt daarvoor. Er zijn ingestorte huizen, worden daar zeg maar uitgebeeld. Ja, want als mensen gewoon even rond gaan lopen, dan kan maar zo net zo of Wilhelmina tegenkomen. Ja, of koningin Wilhelmina die gezegd, die of is inderdaad binnen kunnen lopen. Of, ja die is inderdaad ook aanwezig in de koets. En we hebben markante figuren uit de periode van rond de Tweede Wereldoorlog. Het is ook ontzettend leuk voor oudere mensen om dat natuurlijk weer te zien. Gewoon eens even lekker even te struinen. Ja, het is echt, even kijken, de Harlekijn en de Stromboli, die hebben hun terrassen uitgegeven, of die breiden ze uit naar de achterkant. We hebben Vera Lynn, dus Andrew's sisters zijn. Eigenlijk is er gewoon ontzettend veel te doen. Genoeg om even te gaan kijken. Genoeg, zeker de moeite waard om daar ook even te komen kijken. Nou. Ja, absoluut. Dus u hoort het, mensen zeker allemaal eventjes gaan kijken, zou ik zeggen. Want er is genoeg te zien en te kijken. En heel veel meer gaan we ook niet verklappen. Want anders hebben we het hele dag programma verklapt. Juist. Dat gaan we ook niet helemaal doen. Nee, hey, dankjewel voor je komst in ieder geval. Graag gedaan. Dan is er verder in de gemeente Hellendoorn. Ze gaan samen met Veilig Verkeer Nederland, heeft een hele andere boeg, een cursus aanbieden, omgaan met scootmobielen. Voor alle inwoners in de gemeente Hellendoorn met een scootmobiel, die krijgen namelijk de gelegenheid om mee te doen aan deze gratis cursus. Het is een complete cursus bestaande uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte is op woensdagmorgen 6 mei van 9:30 tot 11:30. En het praktijkgedeelte is op 13 mei van 9:30 tot 11:30. Het is in het Huis van Cultuur en Bestuur in de Hellendoornzaal. En de gebruikers leren dan omgaan met een scootmobiel met moeilijke obstakels die echt ook in deze gemeente voor gaan komen. En verder wordt de aandacht geschonken aan de nieuwe verkeersregels en de situaties in Hellendoorn. De cursus staat volledig onder leiding van een professionele instructeur. En aanmelden kan via de website vvn-hellendoorn.nl of even bellen met de gemeente 0548-630-214. Dan is er op donderdag 7 mei op het Henri de Naamplein een concert samen met de KSW en het Vendo. En zij spelen samen met de Colchester Legion Pipes and Drums Band. De aanvang van dit concert zal 7 uur zijn en volgens mij is dit gewoon helemaal gratis. Tot zover weer Hooi Centraal. Voor meer nieuws en terugkijken van een van de programma's of een item bezoeken, kunt u even naar onze site gaan, hoimedia.com. U kunt ook even naar Facebook gaan, dat is facebook.com/hoicentraal. Als u nou even deze pagina liked, dan blijft u waarschijnlijk ook nog even op de hoogte van alle nieuwtjes. En wij vinden likes altijd leuk natuurlijk. Hierna is een uitzending van de Rally van Putten, gevolgd door Twente Breed met nieuws uit onze eigen regio. En deze uitzending zal dan het gehele weekend herhaald worden op alle evenuren. Op maandag 4 mei om 7 uur zendt Hoi TV de documentaire Onvergeten Herinneringen uit. Gemaakt door de Regenstein-leerlingen Niels Berens en Nick Woltering. Vervolgens doet Hoi TV live verslag van de Nationale Dodenherdenking bij het monument aan de Jongerenlaan en de Nabelaan. Op 5 mei zendt Hoi TV om 6 uur de film Oorlog in Overijssel uit. En wilt u nou toch ook even meedoen met vlaggen? Dan heb ik hier nog even wat richtlijnen voor u. Bij de Dodenherdenking op 4 mei mag u de vlag half stok hangen zonder oranje wimpel. U mag vlaggen vanaf de namiddag tot zonsondergang. Dat zal ongeveer 8:50 zijn. Tijdens Bevrijdingsdag mag u de hele dag vlaggen. En dan ook weer zonder oranje wimpel. Ik bedank mijn gasten in de studio en u thuis bedankt voor het kijken. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week.